Ja? Ga je goochelen? Ga je goochelen? Ah. Joran, jij bent van Point of View. Het is Jorn. Jorn. Oké, okay. Zeg ik het goed? Jorn? Jorn. Jorn. J-O-R-N. Jorn. Ja, Jorn. Jorn, hi. Hoi. Jorn. Oké, okay, Jorn. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. Oké, okay. Rotterdam Points of View. Want in Rotterdam spreken we behalve Nederlands ook Engels. Rotterdam is een stad met heel veel industrie, haven, mooie gebouwen, veel water en bovenal een skyline. Dus het gaat vooral over het uitzicht. Wat nou als we meer kunnen genieten van het uitzicht? We nemen een plek, ondergewaardeerde plek aan het water. We schrijven een architectuurwedstrijd uit om een uniek paviljoen, terras en buitenruimte te ontwikkelen. Dit programmeren we het hele jaar door middel van culturele programmering, cultuurscouts en dat soort dingen. En maken dus echt een creatieve culturele hotspot. Maar wat is nou mooier dan dat één keer doen? Twee keer doen. Drie keer doen. Vier keer doen. Of vijf keer doen. Het idee is dus dat we elk deel van de stad geven we zo'n culturele hotspot. Noord, Zuid, Oost, West en het centrum. Give the people what they want.